Welkom, welkom, welkom bij aflevering 99. 99, wow! Mijn naam is Mayra en wij reizen samen naar een mini-reisje door het tekstboek heen. Van een cursus in wonderen. Wij zijn nog in hoofdstuk 15. Vandaag het heilig ogenblik en de aantrekkingskracht van God. Jezus zegt, wanneer het lichaam geen aantrekking meer op jou uitoefent en wanneer je er geen waarde aan toekent als middel om wat dan ook te verkrijgen, dan zal er geen storing in de communicatie zijn en zullen jouw gedachten zo vrij zijn als die van God. Hij laat ons weten dat onze identificatie met het lichaam blokkeert onze communicatie, de ware communicatie. Jezus vraagt ons nooit om het lichaam te ontkennen, maar we hoeven ook niet meer met het lichaam te identificeren. En niet meer als middel, wat jij hier zegt, als middel om dingen te verkrijgen. We hebben ons vergist om te denken dat wij de liefde buiten ons konden vinden. Geluk buiten ons kunt vinden, vrede buiten ons kunt vinden. Wanneer wij inzien, nee, dat is niet mogelijk. Dat is het ego, zoek en vind niet. Dus nu kunnen we een heel andere kijk krijgen op het lichaam. Want wij zijn het lichaam niet, wij zijn zuiver geest. En de geest zit niet in het lichaam. Onmogelijk. Ik herhaal hier een klein stukje dat wij gelezen hadden al in hoofdstuk 4, is op pagina 56, in alinea 13, vanaf zin 4. Jezus zegt, heel mooi, je lichaam en je ego kunnen aan mij worden toevertrouwd. Louter omdat dit jou de gelegenheid geeft je er niet om te bekommeren. En het mij toestaat jou te leren hoe onbelangrijk ze zijn. Heel doorslaggevend in deze cursus. We mogen het lichaam overhandigen. Jezus leert ons dat het gaat niet om de vorm. En kijk, we zijn al nu in hoofdstuk 15, maar Jezus blijft doorgaan met dit thema. Het thema keert steeds terug. Hij begrijpt wel dat het ook een moederthema is voor zijn cursisten. Ja. Maar wij lezen nu verder hoe het in zijn werking gaat. Naarmate jij je door de Heilige Geest laat onderwijzen hoe je het lichaam louter voor communicatiedoeleinden kunt benutten en niet langer de bereikbaarheid ervan voor afscheiding van aanval herkent die het ego erin ziet, zul jij leren dat je in het geheel geen lichaam nodig hebt. Zo werkt het. Zo werkt het. Wij geven het lichaam over aan de Heilige Geest. Het lichaam wordt een communicatiemiddel voor de Heilige Geest. Denk aan dat stukje in Allen hoofdstuk 2. Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Ja, dan de Heilige Geest werkt weer door het lichaam heen, maar het lichaam doet het niet meer. Het lichaam wordt aangestuurd door de Heilige Geest. En zodoende het ego krijgt de kans niet meer om het lichaam te misbruiken. Ja, het ego misbruikt het lichaam voor aanval en oordeel en conflict en ziekte. Dat willen wij niet meer. Door het onderwijs van de Heilige Geest leren we heel anders met het lichaam om te gaan. Dus in het heilig ogenblik zijn er geen lichamen en ervaar je alleen de aantrekkingskracht van God. Wij weten niet hoe lang een ogenblik is, hè? Maar in het heilig ogenblik, dat eeuwig moment buiten de droom, ervaren we dat wij zuiver geest zijn.
ervaren we dat in de hemel geen lichamen zijn. Ervaren we dat wij louter de liefde van God verlangen. De liefde van God is net een magneet voor liefde. Weet je nog? De enige echte relatie die wij kunnen hebben is met God. Ja. Door te aanvaren dat die onverdeeld is, verbind jij je in een ogenblik totaal met hem. Want je wilt aan jouw vereniging met hem geen beperkingen opleggen. Wat is onverdeeld? De liefde van God is onverdeeld. Onze verbinding met God is totaal. Wij worden opgetild door het licht. Wij worden omhelsd door een ongekende liefde. Want liefde is onbeperkt. Oké. De werkelijkheid van deze relatie wordt de enige waarheid die je ooit zou kunnen wensen. Alle waarheid is hier. We oefenen. We oefenen onder begeleiding van de Heilige Geest. Hij neemt ons mee in een heilig ogenblik. In dit ogenblik, hoe lang dat mag zijn, ervaren we liefde. Na deze ervaring is er niets anders te wensen. De waarheid is Gods liefde. Het is de aantrekkingskracht van God. Het is net een magneet. Liefde trekt liefde aan. En het is zo sterk. We willen ook niks anders. Nee. Oké, medereizigers. Wij delen onze innerlijke glimlach. Wij delen een reis zonder afstand. En wij zijn nou magneetjes voor de liefde. Dankjewel voor het kijken. Tot een volgende keer misschien. Dag.